Brum gaat naar de grote stad. Brum! Yo, 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 ik ben Bram van Bright. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben natuurlijk dol op vreemde elektrische voertuigen. Maar ik kwam er laatst achter dat ik één categorie volledig over het hoofd heb gezien. En dat is nog wel de categorie die een pionier geweest is als het gaat over vreemde elektrische voertuigen. Dan heb ik het natuurlijk over de scootmobiel. De scootmobiel die bestaat al langer dan dat wij elektrische stepjes kennen op de straat. En al veel langer dan alle andere vreemde elektrische voertuigen van de afgelopen jaren. In 1954 was er al een elektrische scootmobiel. In de jaren 80 wist de scootmobiel ook Nederland te bereiken. En in een hele snelle tijd heeft de scootmobiel het straatbeeld overgenomen. Veel senioren maken er gebruik van. Maar ook mensen die wat minder mobiel zijn en misschien niet al een seniorenleeftijd hebben bereikt, kunnen ook fijn de wereld ontdekken in een scootmobiel. Want ga maar eens na, als je in één keer alleen maar thuis kan zitten omdat je niet meer goed kan bewegen, niet meer goed kan lopen, dan wordt je wereld weer heel erg klein en met een scootmobiel krijg je er weer een hele wereld bij. Maar daardoor heeft de scootmobiel ook een hele trage ontwikkeling meegemaakt. Een beetje de wet van de remmende voorsprong. Het was er al heel erg lang en daarom nam iedereen het een beetje voor lief en werd er weinig op geïnnoveerd. Maar moet je nou eens even kijken waar ik nu in zit, jongens. In de Scoozy is dit. Een uitvinding uit Delft die nu geblokkeerd is. Oh, daar ga ik al. Hij kan alle kanten opdraaien. Ik heb een joystick alsof het een elektrische rolstoel is. En ik vind het echt spectaculair. Ja, dit is toch de meest futuristische scootmobiel die je ooit hebt gezien in je leven. Een beetje variatie in scootmobielland is wel welkom. Er zijn ondertussen 400.000 scootmobielen op de Nederlandse weg. En na verwachting zullen dit er 600.000 zijn in 2030. Echt een enorm aantal, dus ik ben dan wel blij dat er ook een high-tech scootmobiel bij komt. Ja, we zijn hier vandaag in de Delftse Hout. En zeg je Delft, dan zeg je natuurlijk ook meteen de Technische Universiteit. Ja, daar komt ook deze Scoozy vandaan. Of in ieder geval, de oprichters hebben elkaar leren kennen op deze Technische Universiteit in Delft. En hebben samen meegedaan aan de Solar Challenge. Je weet wel, die high-tech zonneauto's die in Australië van de ene kant naar de andere kant reizen. Ja, grappig genoeg zijn ze dus op het idee gekomen om daarna de scootmobielwereld te gaan revolutionaliseren. Als dat een woord is. Een van de oprichters kwam er namelijk achter dat die scootmobiels een hele oude technologie nog steeds gebruiken en ook behoorlijk vaak omvielen. Vooral de scootmobielen met één wiel aan de voorkant en twee aan de zijkant, die wilden nog wel eens omvallen. Daarnaast heb je nog het probleem dat het een stoffig karakter heeft, een scootmobiel. Niet gek omdat er natuurlijk vooral veel door senioren gebruik van gemaakt wordt. Niet dat alle senioren niet hip zijn. Je hebt ook hele hippe senioren. Daar wil ik even vanaf zijn. Maar goed, er zit natuurlijk een bepaald stigma als het gaat over de scootmobiel. Nou ja, en zie hier dus nu een Scoozy. Ja, sinds 2016 is het idee er. Sinds 2019 is hij op de markt. In Nederland rijden er ondertussen zo'n 75 rond ongeveer. En dit is de nieuwe Scoozy, de Scoozy C. Ja, de Scoozy is een combinatie tussen een elektrische rolstoel en een scootmobiel. Het is een beetje een hybride vorm. Dat komt vooral omdat hij dus een joystick heeft waarmee je hem kan besturen. Dat werkt ook wel heel cool, moet ik zeggen. Hij heeft dus een elektrisch stuur. Als ik naar links toe ga, dan zie je de wielen al naar links toe gaan. En naar rechts natuurlijk hetzelfde. De aandrijving van de Scoozy die zit onder mijn kont eigenlijk. Hier zit een motor in en die stuurt de beide achterwielen aan. Verder zijn er vier semi-onafhankelijk geveerde 16-inch wielen. En daarmee wordt bedoeld dat de twee voorwielen los van elkaar kunnen veren. Waardoor je de stoeprandjes net iets soepeler op moet kunnen. En ook oneffenheden in de weg beter worden opgevangen. Over die stoeprand gesproken, je kunt met een normale scootmobiel misschien net 10 centimeter op. Nou, deze met een klein aanloopje red je wel 12 centimeter. Het is wel spannend om te doen. Ik zou wel je gewicht een beetje naar voren zetten als ik jou was, als je deze zou besturen. Maar het gaat wel. Dankzij die elektrische wielen kun je redelijk scherpe bochten maken. Je moet wel een paar keer steken, wil je op zo'n pad kunnen keren. Het gaat wel, zoals je ziet. Maar in de supermarkt kun je er ook wel mee vooruit. Maar dan ben je wel wat drukker bezig om nergens tegenaan te knallen.
Dan nog even speciale aandacht voor het in- en uitstappen. Dit is een deur en aan de andere kant is ook een deur. Druk je de knop in en je doet de deur open, dan kun je lekker makkelijk uitstappen. En het mooie is dus, op het moment dat jij de deur open doet, dan draai je deze wielen automatisch in of uit. En zo heb je dus meer ruimte om in te stappen. Dat is toch wel vernuftig, hè? Verder nog wat details. Hij kan maximaal 15 km per uur. Hij kan eigenlijk wel harder, maar wettelijk gezien mag je niet harder. Hij heeft een bereik van 50 of 100 km, afhankelijk van welke accu je erbij neemt. En hij heeft twee rijstranden, de drive en de speed. En een toeter. Nog een staaltje. Delfts vernuft is dat hij regeneratief kan remmen. Oftewel, als ik rem, dan wordt er automatisch weer stroom opgewekt. En dat vind ik nog wel het mooiste, de mate van insturen verandert als je harder gaat. Dus ga je hard door de bochten, dan kan die minder ver insturen, zodat er een kleinere kans is dat je op de kop vliegt. Ja, dat is toch wel heel leuk, hoor, moet ik zeggen, om op de scooter te rijden. Het is bijna jammer dat het als scootmobiel wordt gezien. Het liefste zou je hier misschien ook wel gewoon wat toertochten mee willen doen. Een soort van nieuwe Segway. Ja, ik vind het echt heel erg leuk om hierop te zitten. De joystickbesturing is wel iets wat je even onder controle moet krijgen. Het is best fel, dus hij reageert best snel als je een kleine beweging maakt. Maar na een uurtje rijden heb ik hem denk ik wel aardig onder controle. Verder krijg je een hoop bekijks op een scoozie. Een leuk bekijks, denk ik wel. Ik denk dat het een heel ander bekijks is dan als je met een normale scootmobiel over straat gaat. Zeker toen de cameraman Jasper en ik met z'n tweeën allebei een eigen scoozie over straat reden. Nou, toen kwam ongeveer iedereen wel op ons af en wilde even een praatje maken. Dus dat is natuurlijk wel weer grappig. Mooie kar van jou. Ja, hoe vind je hem? Ja, schitterende die daar ook. Ja, we zijn hem even aan het uittesten met z'n tweeën inderdaad. Okay. Ja. En een demo aan het maken of zo. Ja, precies. Ja, zoiets, ja. Scoozie. Ja, wow. Het is een soort van... Mooi strakke naam. En dat dus de hele tijd, hè, al die complimenten. Ook wel is het wel weer zo dat je dus op die manier misschien wat meer in de picture voelt staan, omdat je wat meer opvalt. Maar dat is aan iedereen zelf om te bepalen of je dat erg vindt of niet. Verder nodigt de scootie echt uit om goed off-road mee te gaan. Ja, je moet hem een beetje leren kennen, de machine, maar hij heeft echt genoeg kracht om je uit benauwde situaties te krijgen. Dus ik geloof zeker dat als je zelf niet helemaal mobiel bent, dat deze scootmobiel je enorm veel vrijheid gaat geven. En ik denk dat we ook misschien zo meer moeten kijken naar vervoersmiddelen die ons kunnen helpen om meer vrijheid te geven. Het is niet zielig als iemand in een scootmobiel rijdt. De ziekte is zielig, maar de rolstoel of de scootmobiel, dat is vrijheid. En dat mogen we vieren. Komen we bij de prijs van de scootie. Ja, dat is wel even slikken. Je hebt al super budget scootmobielen vanaf zo'n 2.500-3.000 euro. Nou ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat we hier met een high-end scootmobiel te maken hebben. Nu zijn er wel meer high-end scootmobielen. Bijvoorbeeld Live & Mobile Solo en de Mini Crosser. En die zitten allemaal zo tussen de 8.000 en 10.000 euro. Deze kost ook 10.000 euro. Wel is de scootie iets meer uitgerust in de standaarduitrusting dan de concurrenten. Dus daarmee zijn ze ongeveer wel allemaal te vergelijken in prijs. En dan kun je natuurlijk nog je hart ophalen met allerlei accessoires. Je hebt twee grote accu's, je hebt een stokhouder, je hebt een rekje voorop en een tasje voorop. Een rekje achterop en ook nog een tasje achterop. En nog een bekerhouder aan de andere kant, een spiegel. Je kunt hem helemaal uitrusten met wat je maar wil, zelfs een telefoonhoudertje. De meeste Nederlanders die een scootie kopen betalen dit uit eigen zak, dus dat is een flinke investering. Er zijn op zich wel mogelijkheden om budget te krijgen, subsidie te krijgen voor de aanschaf van dit apparaat. Bijvoorbeeld via het persoonsgebonden budget, PGB. Maar daarvan moet iedereen zelf in discussie gaan met de gemeente om te kijken hoeveel daarvoor beschikbaar is. Vond je dit nou een leuke video? Abonneer je dan op ons kanaal en druk ook even op de... Want dan mis je namelijk nooit meer een video, krijg je automatisch een notificatie. Laat een reactie achter in de comments en geef ons even een duimpje omhoog. Later! Hey, kunnen we nog even kijken, hè? Ja, dit is een scootmobiel, dit is een scootie. Zijn jullie al geabonneerd op het YouTube kanaal? Dat hebben ze slim bedacht daar, in Delft. Oh, mijn stok! Oh man, het is echt, het leven is niet makkelijk als je minder valide bent.